Hey, hallo, daar was ik weer. Vandaag gaan we weer rekenen met breuken, maar we gaan een deel van een geheel leren uitrekenen. Nou, bijvoorbeeld bij deze eerste, dan zie je een koffieautomaat. En in een koffieautomaat, ja, daar moet natuurlijk koffie in zitten om koffie te kunnen zetten. Als deze koffieautomaat helemaal vol is, kun je er 60 bekertjes koffie uithalen. En nu gaan we bekijken, oké, maar wat nou als die voor een derde deel vol zit? Wat nou als die voor een vierde deel vol zit? En wat nou als die voor een vijfde deel vol zit? Nou, ik ga het even proberen te tekenen. Is lastiger, dus let niet op hoe ik teken. Maar stel, dit is het reservoir waar de koffie in zit. We beginnen even met een derde. Hij is voor een derde deel gevuld. Ik verdeel hem even netjes in drieën. 1, 2, 3. En ieder deel noem je nu een derde. Dit is een derde, dit is een derde en dit is een derde. Stel, hij is voor een derde deel gevuld. Dus dit gedeelte is gevuld. Een derde deel. Als die helemaal tot hier vol zit, dan kunnen er 60 bekertjes uithalen. Maar nu zit hij maar in dit stukje vol. Hoeveel bekertjes kun je er dan uithalen? Nou, dat kun je als volgt uitrekenen. Je verdeelt die 60 bekertjes over die drie stukken. 1, 2, 3. 1 derde. Dus ik wil het verdelen over drie stukken. Dus ik verdeel 60 gedeeld door 3. Nou, 60 gedeeld door 3. 6 gedeeld door 3, dat is 2. Dus 60 gedeeld door 3 is 20. Oké, dus 1 derde deel is 20. Even kijken of het klopt. Als dit 20 is, dit 20 en dit 20, heb ik dan weer 60? 20, 40, 60. Ja, dat klopt. Oké. Gaan we het nog een keer proberen, maar dan bij 1 vierde. Hetzelfde waterreservoir. Passen nog steeds 60 bekertjes in. Uit eigenlijk. Maar nu is die in vieren verdeeld. En ieder stuk noem je 1 vierde. 1 vierde, 1 vierde, 1 vierde, 1 vierde. Nou, ook hier moet je weer gaan kijken. Als die helemaal vol zit, passen er 60 bekertjes uit. Maar wat nou als er maar 1 vierde deel? Hoeveel passen daar dan in? Hoeveel bekertjes? Nou. Net moest ik 60 delen door 3 stukken. Nou, hier zie je 4 stukken. Als ik 1 van de 4 stukjes wil weten, moet ik de 60 verdelen over 4 stukken. Dus 60 gedeeld door 4. Nou, misschien denk je ineens, die kan ik niet zo 1, 2, 3 uitrekenen. Je zou kunnen doen eerst 40 gedeeld door 4 en dan nog 20 gedeeld door 4. Wat ik ook wel eens doe, is dat ik dan, als ik iets moet delen door 4, dan doe ik het eerst door de helft. Kijk, eerst dit stuk, dus dat is 30, en daar weer de helft van, dat is 15. Dus 60 gedeeld door 4 is 15. Dus 1 vierde deel is 15 bekers. 15 plus 15 plus 15 plus 15 is weer 60. Oké. Nu mag jij het eens even gaan proberen met een vijfde deel. Dus zet de video maar even op pauze. Je mag erbij tekenen als je wilt. Doe dat dus bij een vijfde deel. Gaan we het zo bespreken. Oké, een vijfde deel. Ik maak weer even een tekening van de inhoud van de koffieautomaat. En nu is hij niet in drieën verdeeld, hij is niet in vieren verdeeld, maar hij is in vijven verdeeld. 1. 2, 3, 4 en 5. 1, 2, 3, 4, 5 delen heeft hij nu. Eén zo'n deel noem je een vijfde. En de vraag is,
1 vijfde deel, hoeveel bekertjes zijn dat nu dan? Er passen nog steeds 60 bekertjes in, maar die moeten we nu verdelen door 5 stukken. Want ik wil 1 vijfde weten. 60 delen door 5 is 50 gedeeld door 5 is 10. Nou, hier nog 10 over. 10 gedeeld door 5 is 2. Dus het antwoord is 12. Nou, en als je ieder stuk 12 geeft en je telt het weer bij elkaar op, kom je weer uit op 60. Dus 1 vijfde deel is 12. Nou, ik ben benieuwd of jullie dat goed hadden. Dat mogen jullie zo zelf even gaan proberen bij de chocoladeautomaat. Met deze delen. En als de chocolademaautomaat vol is, kan je er 90 bekertjes uithalen. Gaan we even bij B kijken. Want B, dit is eigenlijk wat ik net een beetje probeerde te tekenen. Dit is iedere keer als de automaat vol zit. En dan ga je het deel benoemen. En je gaat uitrekenen hoeveel dat dan is. Nou, als deze helemaal vol zit, kunnen er 120 kopjes uit. Ga ik eerst even kijken hoeveelste deel is er gekleurd. Wat ik eerst ga doen is het aantal stukjes tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Totaal zijn er 6 stukjes. Dus onderschrijf ik 6. 1 van die 6 is gekleurd. Dus 1 zesde. En nu is de vraag, hoeveel is 1 zesde van 120? Dat hebben we net geleerd, hè? Dan deel je het totaal door het aantal stukjes. Dus in dit geval 120 verdeel ik over het 6 stukjes. En dan heb ik mijn antwoord. 12 gedeeld door 6 is 2. Dus 120 gedeeld door 6 is 20. Je kunt het even narekenen door het weer bij elkaar op te tellen en kijken of het dan klopt. Doen we er nog even eentje samen. Als deze vol zit, passen er 150 kopjes in. Nou, 150 kopjes. Hij heeft 1, 2, 3 delen. En 1 daarvan is gekleurd. Dus 1 derde deel. Maar ja, hoeveel is 1 derde deel van 150? Dan ga ik de som weer maken. 150 delen door 3 stukken. Vijftien gedeeld door 3, dat is 5. Dus 150 gedeeld door 3 is 50. Kijk of het klopt. 50 plus 50 plus 50. Ja, dat is weer 150, dus ik heb het goed gedaan. Zo reken je dus een deel van een geheel uit. Dit gaan jullie ook doen bij opdracht 3. Bij opdracht 3 ga je iedere keer kijken hoeveel stukjes zitten erin. Wat ga je dan opschrijven? Je gaat opschrijven hoeveel kopjes je uit dit deel kunt halen. Dus je schrijft even op, oké, dit is 1 vierde deel. En dan kun je puntje, 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 kopjes uithalen, 40. Gedelen door 4 stukjes en dan heb je hem. Want je rekent iedere keer 1 zo'n stukje uit. Veel succes!